Ik docent. Naast jou en Nathalie vrijwilligers zorgen. Nou, op een christelijke basis knallen hier en serieën. Hallo? Kom eraan. Hij zit er hier. Here we go. Allemaal kinderen. Ze rotten die allemaal hier. Hallo. Hallo. Heb jij heel veel schoenen? Ja. Is juf Bettien wel leuk? Ja. Ja? Wat dan? Vertel. Ze vertelt mooie verhalen. Vertelt ze mooie verhalen? Ja. Omdat ze leuke verhalen vertelt. Nou, dit is dus de squallow, Bettien. Ja. Ja, klopt. Ik vind het heel leuk. Ja. De zesde kwalletje. Yes, Bettien. Ja, grappig. En haar bier. Ze hebben ook pauze. En ja, dan kan ik altijd daar wat wollen van. Dan rotten ze niet wollen. Dan help ik even. Dan. Wat is er, hé? Hey? Ben je gevallen? Hé, hey, wat is er? Hoi! Heb je een staart? Een lange staart? Een dansen doen? De band vindt het prachtig. Ze vinden het heel gewoon. Bettien had helemaal uitlijn van hoe alles werkt. Mij had een robotarm. En ze vinden het heel erg mooi om te zien. En het is voor hun heel gewoon dat ze hier is. En ik zie aan Bettien dat ze heel erg geniet. Ik ging naar de klas, groep 2. Dus ik zit de kant op. Ze deed vast aan de rand. Dus ik zit aan de kant op. En I feel nice. Weet je dat nog? Wat je gisteren gedaan hebt? Ja, klopt gemaakt. En heb je die al af? Ja, die ligt gewoon daarop. Welk is van jou dan? Wijs hem eens aan. Die dicht bij de klok. Welke? De groene? Ja. Heb jij die gemaakt? Dicht bij de blauwe. Is dit voor het eerst dat je hem dit zou doggen? Ja, we hebben er nooit iemand in een rolstoel gehad die vreeg uit zijn vrijwilligerswerk doen aan koor. Want je kreeg een fysiek van haar, ze hier mailt, nevens mij. Ja. Wat is dan de eerste reactie? Nou ja, is het mogelijk? Wat zijn de mogelijkheden? Maar wij dachten, we nodigen haar uit en dan zien we gewoon wat de mogelijkheden binnen. En het gaat heel leuk. 12 uur. Nee, hoger. Hoger? Kan dat niet? Nee. Hoger. Oh. Je Bettien. De hele in de wacht. Je Bettien is in de wacht. Ja. Lager hoor. Tut. Want de derde al heel jippens in die. En ze waren alles tevreden. En dat vind ik wel heel gezellig. Zij. Ja, is dat erin? Ja, dan mag je nog een keer. 2, 1, 2. Goed zo. Ja, derde. Die leren van jongen van al wat een handicap is als ik hier roerde. En ze zullen zo letterlijk minder raar zien dat ze een karretje in konden. Ja, ik zie dat nog heel van de deel leuk, maar van meer. Dit is niet de robotarm, maar dat. Oké. Okay. Ja, dat. En dit maakt me wezen. Ik hou heel veel van een Nederlandse stuurt, maar dat ik graag vrijwilligers willen trammelen. En er zijn maar weinig schwammen die erop reageren. En deze schwammen stieren eigenlijk tot de jippen voor. En toen ik op de strek les. En een week later mocht ik deel komen. Ze kan ook iets vasthouden met deze. Ze kan een beker vasthouden met de rug. Heel hoog! Heel hoog! Ja. Ook deze toe. Ik heb een beetje vast.
Is ze streng? Nee, ze is heel lief en ze is heel, ja, ze doet het gewoon op een hele leuke, spontane manier. En Ben begint daar heel leuk mee om. De band die op het plein altijd roppen. Dat ze er ook aan. Ze roppen altijd van, juf Bedien, ben je er weer? Dat vind ik geweldig. En daar zie ik een microfoon. Ja, dat is de lucht. Daar krijg ik lucht door. Ogen. Nog hoger. Ogen. Nog hoger. Ik ben altijd bij een heel vrolijk gevoel naar huis. Daar. Ja. Lucht de dag. Ja, zeker. Nou, dan moet je mijn wekker zonder. Ja, ik ga in de gaten. Ik heb een drukje. Goeie. Wat dacht niet al? Maar even een visje? Ja, dat moet maar even, hè. Woensdagmiddag. Koud. Ja, wat heb je besteld? Een kibbelingetje. Met saus. Elke baas die? Elke woensdag, ja. Nou, lekker eten. Ja, dat dacht ik. Dankjewel. Goeie. Goeie. Wat toch niet? Ik maak het industrieterrein maar even op met de viskraam. Elke maand even. Elke maand even. Ja, het is altijd top drukte hier, maar ik mag nou eigenlijk bij verder. Want er zit meestal op mij te wachten verder. Waar zit er op jou te wachten? Oren bedrijven. Die hebben al hier al even een sms gestuurd of bellen. Dus ze hebben gauw heen. Sommigen hebben zelf de pauzes verscoot omdat ik kom. De bier? Ja, werkelijk bier. En dat vonden de bazen goed? De meesten wel. Ik ga hier nog een jaar leren werken ongeveer. 3 kwartier. Dus ik wil graag verder nou. Ja? Werkt ze nog succes? Ja, ik nog, hè? Ja. Ontzettend. Hoi.